We zijn wakker. 6:00 ochtends. Er ligt een speelvarken. Die gaat de hele dag hierop liggen pruttelen. Vanavond is een speelvarkenavond. Ontbijt is eigenlijk pas om 7:30. Maar Basil Fawlty, zoals wij de eigenaar inmiddels hebben genoemd, heeft zich toch om ons beschäftigd. Nou, hartstikke aardig. Hartstikke aardig, ja. Het is net, we kwamen gisteren binnen. Heel, heel druk, weet u. Zo. En? Kijk, daar is hij. Oh, super. Dank u. Veel dank. Wij kwamen dus gisteravond hier aan. De eigenaar van het hotel, die was hartstikke druk. Die deed ook hartstikke druk. En het eerste wat er binnen schoot, we zijn nu in Fawlty Towers terechtgekomen. Ja. Basil. Basil. U heeft aangebeld. U kunt spreken naar de piep. Ja. De zondagsrust is teruggekeerd. Het reizende stel verlaat Cortina. Op weg naar Merano. Daar waar gisteren een bruiloft was, is alles opgeruimd. Zo, gaan we weer terug op de gele brug. De gele trui op de gele brug. Mark is bezig met een serie over eenheid. Kijk. Het gaat onze eerste stop worden, zegt Mark. We hebben al 30 kilometer gefietst vanochtend, zegt Mark. Het is 8:30, daarom zegt hij dat. We rijden nu Bolzano binnen. En de bloemenmarkt, hartstikke leuk. Verkoper. In Tirol. Ja. En doen maar. Aan het werk. Keihard aan het werk. Nee, ik hou even een beetje bij welke rol ik met welke camera gemaakt heb. Oh ja. Ik weet ook altijd welke camera het wel doet en welke het niet doet. Maar dit is de oude Nikon van mijn oom. Die is verhuisd naar het buitenland. Deze camera kreeg ik ooit van hem. Die werkt supergoed. Kijk eens wat leuk. Mensen zitten thuis naar onze filmpjes te kijken. En straks ook op NPO 1 misschien. We gaan lunchen. Ja, goede lunch. Dit is de lunch. Gerookte zalm. Kaas uit Italië. Toch hoor. Maar ik wil een appeltje plukken. Voor mij. Oh,
Over 6 kilometer zijn we in Merano, of Meran. Dat is het eindpunt van dit fietspad voor ons, want we hebben inmiddels besloten om op de trein te gaan morgen. Dit is waar je heel lang op gewacht hebt. Eindelijk een 4 lange tochten een keer kunnen poedelen. De storming is hard hoor. Hoe was het? Heerlijk. Heel koud. Ik heb het gevoeld. Koud aan de voeten. Zo lekker. Ja. Knap je even vanop hè? Ja. En dan verderop. Naar dat Merano. Ik ga je geen appeltje geven. Maar een persikje. Kijk eens. Vers van de pers. Dat heb je verdiend. Na deze huge, spannende dag. En voor wat komen gaat voor morgen. Dankjewel. Van mij voor jou. Kom eens hier, Dalen. Kijk eens wat er tussenin zit. Ja. Merano. Ja, of Meran, of Meran. Ja. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken eigenlijk. En dus is het tijd, bijna, voor ons feestnummertje. Een feestliedje. Feestliedje. Maar we gaan eerst naar het station. Ja. We gaan kijken of we een trein kunnen boeken van hier naar, van Merano naar... Bregenz. Bregenz. Groot obstakel is dat we niet weten hoe we het verder moeten in Innsbruck. Ja. Het kan zijn dat we daar crashen, in die zin dat we niet verder kunnen. Want hier in Italië, Oostenrijk, doen ze gewoon moeilijk over fietsen in de trein, gedoe allemaal. Maar goed. Het is wel tijd voor ons feestnummer. Ja! Oké, dat is dat HSL, dat is de snelzug. Dat is de Regia, ja. We zijn aangekomen bij ons overnachtingsplek. En wat we nog nooit hebben gedaan, in een jeugdhostel. Dit is Milano. Onder de poort. We hebben een nieuw drankje ontdekt. Ja, dat is heel nieuws. Heel iets nieuws. Mark pakt het nu. Nigeria.